Meldpunt 2. Teun Christoffers. Nee, in de pauze, anders komen we niet aan ons programma toe. Teun Christoffers. En de 2 minuten gaan in. En Jeroen, hou de hand aan de knop. Teun Christoffers. Ik ben Teun Christoffers. Ik ben bewoner van de Galgenberg. En de Galgenberg, dat is een klein stukje Arnhem. En dat ligt ten noordwesten van de kruising Schelmseweg-Apeldoornseweg. Midden in het bos. Niemand weet ervan. Mensen die in de buurt wonen, kijk, mensen die in de buurt wonen, die komen daar langs en die zeggen, wat is dit? Wat het precies is, het is een militair terrein en dit jaar gaat dat terugkomen na wie weet hoe lang de gemeente. De gemeente heeft gezegd, als wij dat terugnemen, dan willen wij in ieder geval dat er geen rotzooi van Defensie meer ligt. Dus jullie slopen de boel, jullie saneren de boel en pas dan nemen wij het terug. Als we het gaan slopen, als we het gaan saneren, heeft dat enorme consequenties. Er liggen schietbanen die moeten gesaneerd worden omdat er lood in zit. Dat betekent dat daar een doek overheen wordt gegooid, dat daar oude bomen gekapt moeten worden. Dan wordt er laag grond opgebracht en dan zijn we allemaal weer in een schoon Arnhem, maar niet het stukje wat zo aantrekkelijk is. Ook de gebouwen zullen worden gesloopt. Die dateren van rond 1900. Ik denk, voordat we daar met z'n allen de sloophamer in gooien, voordat we met z'n allen gaan schoffelen daar, ga eens even kijken. Wat hebben we daar? Wat kunnen we ermee? En ga er zo creatief mogelijk mee om. 2 minuten heb ik niet nodig. Dit was eigenlijk alles. Dank u wel. Dank u wel, Teun Christoffers. Tom van Gestel. Tom van Gestel. Ik wil de aandacht vestigen op een brochure die in 2008 al verschenen is. Het gaat over de Waalse kerk in Arnhem. We hebben het toen net over Musiskwartier gehad. De Waalse kerk is natuurlijk ook een heel stukje oud Arnhem. In 1404 ontstond nabij de Beek een gemeenschap vanuit de moderne devotie. En kort daarna is er gebouwd aan de Dagnietenklooster, wat aan de overkant van de Beek verscheen. En dat Agnietenklooster, dat heeft een hele bijzondere geschiedenis. En ik zal een klein stukje voorlezen. En die professor Kees Schepers houdt zich daar intensief mee bezig. En heeft in het kader van ons geestelijk erf, dat is een brochure van de Universiteit van Antwerpen, heeft hij daar een heel gedeelte aan gewijd. Deze Kees Schepers houdt zich al jarenlang bezig met de spiritualiteit van Oost-Nederland uit de 16e eeuw. En met name vanuit met de spiritualiteit vanuit het Agnietenklooster in Arnhem. Arnhem was in de 15e en 16e eeuw een van de centra van waaruit de moderne devotie zijn weg vond. Geert Grote, de grondlegger van de moderne devotie, heeft ook een tijd in Arnhem gewoond, in het Kartuizenklooster Monnikenhuizen. De verschillende kloosters die toentertijd gebouwd zijn, zijn na de reformatie in meerderheid ontmanteld en afgebroken. Alleen het Agnietenklooster aan de Beekstraat bleef staan en werd tot Catharina Gasthuis. Het kerkgebouw werd in 1751 aangekocht door de Waalse gemeente. En het gastenhuis, wat dus een soort ziekenhuis werd, werd in de 19e eeuw afgebroken. Het Waalse kerkgebouw is dus in feite nog het enige gebouw in Arnhem wat ons nog herinnert aan de geschiedenis van de moderne devotie. En professor Kees Schepers doet onderzoek naar de betekenis van het Agnietenklooster wat betreft de opleving van het geestelijke, zeg maar, renaissance in Oost-Nederland. De historicus en theoloog Paul Begijn heeft in de jaren 90 van de vorige eeuw ontdekt dat 2 belangrijke theologische werken, bestsellers in die tijd, De Verborgen Parel en De Tempel Onze Ziel, met grote waarschijnlijkheid toegeschreven kunnen worden aan Reinalda van Eimeren. En Reinalda van Eimeren werd in 1463 in de Koningsstraat te Arnhem geboren als een van de 4 kinderen van schepen Wichman van Eimeren en zijn vrouw Andrea. Zij trad in bij de zusters van het Agnietenklooster en overleed op 28 januari 1540. En in 2005 werd definitief aangetoond dat een belangrijk verzameling van 162 mystieke preken uit 1560 uit de Haagse Bibliotheek afkomstig zijn uit het Agnietenklooster in Arnhem. Hier gaat de brochure over dus. Dank u wel, professor.